Ja. Wij gaan ons spel spelen met twee mensen waar ik jarenlang, en heel veel met mij, want het was altijd uitgestorven op straat als op zaterdag op de radio, de Lach of ik Schiet of de Dik voor Mekaar show was, gaat spelen met de makers ervan, Ferry de Groot en André van Duin. Yeah. Geleden. Is dat lang geleden? Is dat lang geleden, 10 jaar? Een week, Dick. Een week. Zeg, hoe is het met jou? Thuis, ben jij er? Ja, ik ben er. Wat gezellig! Van de week heeft meneer de Groot nog een Viagra-pil geslikt, weet je dat? Dat heb ik toch niet bij meneer de Groot? 4,5 uur stond hij. 4,5 uur? Ja, maar ik ga niet voor 10 minuten extra iedere keer een pil slikken. De Groot, zo kan hij wel weer, allemaal. Heren, voor de enkeling die niet... Nee, meentje, kom ik ook nog onder de... Ja, je komt tot de... Voor de enkeling die niet weet, hoe was dat nou precies, die Dik voor Mekaar? Ik was van de week nog bij de opticien. Er was... Bij de laatste opnames zijn daar beelden van gemaakt. Nee, zeker. En die laat ik even zien. De prijsvraag! Nou, dat zal wel apart, hoor. De prijsvraag. Je gaat het weer meemaken. Nou, we beginnen even zoals gewoonlijk met de vraag van vorige week. De grote vraag van vorige week. Wat was dat ook weer? Wat was dat ook weer? Een week lang op water. Wat was dat ook? Oh, hij weet het alweer. Nou, dan gaan we het krijgen, hoor. Even opzoeken. Hoor. Even opzoeken. Op zijn dode gemak. Hier wordt het allemaal opgezocht. En ander gaat er van tevoren een dag in de studio zitten. Hij gaat opzoeken tijdens de uitzending. Hij heeft het. Nou, dan gaan we eerst even de vraag van vorige week. Dan weet je waarschijnlijk nog wel de vraag van vorige week. Is toch niet te geloven! Gaaf in door! Ja, hij zoekt hem even. Waarom? Ja? Waarom heb je mij verlaten? Waarom heb je mij verlaten? De grote huisvader in mijn zin! Tot zover! Moet je de mensen nou niet uitleggen wat dat zwarte ding was? Dat is een LP. Dat is een LP, ja. Dat is een heel groot. Dus, maar het was ook niet gespeeld dit allemaal. We deden het ook gewoon. Zo zien nou weer terug, moeten zelf ook erg om lachen. Let op, het nieuws van SBS. Het nieuws van SBS. De verbouwing van Theater Carré in Amsterdam. Ja. Artiesten uit de hele wereld zullen er optredens verzorgen tijdens het beroemde Wereldkerstcircus. Dat en meer vanavond vanaf 22:30. En wij zijn er morgen weer om 19:30. Graag tot dan. Goedenavond en tot ziens. Nou, is er iets bijzonders met twee deze mensen? Twee minuten 33. Luister nou eerst. Die is kaal en die andere... Ja, weet ik. Maar ze hebben ook iets met elkaar. Oh. Maar wat? Deze keer konden we het ze ook hebben zien. Dezelfde kapper. Deze keer konden we het zien na afloop. Wat doen ze? Geven ze elkaar een knipoog? Lopen ze arm in arm weg? Gaan ze vol op de bek? Wat doen ze? Mensen, er staat drank op tafel, dus er zal wel geklonken worden. Er gaat geklonken worden. Vol op de bek. We gaan kijken. Wij zijn morgen weer om 19:30. Graag tot dan. Goedenavond en tot ziens. Ja. Yes! Yes! Alleen als het goed is. Oh, ik dacht dat we een team waren. We zijn toch een team? Ja, ook maar. Oh. Omdat het de laatste uitzending van dit seizoen is, gaan we een beetje door de hoogtepunten, tenminste wat fragmenten zeg, betreft. Ga jij ook commercieel terug? Nee, luister nou eerst even. Gaan is het we langs voor de reclames? Al moeten we eruit? Nee, ja, dan kunnen de mensen bijkomen van al die grappen. Nou. Gaan we langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar wat fragmenten betreft. Welke iemand, nou let op, die hebben we. Bijvoorbeeld Hans van der Tocht, die is veel langs gekomen bij ons. Oh. Met zijn Millennium Quiz. Het ging wel eens mis. Laten we even kijken nog een keer. Komt het fragment en de nieuwe vraag. No more will Marguerite and Seagord Ja, Hans zegt de Rolling Stones, maar welke belangrijke vraag gaat hij stellen over de Rolling Stones? Ik zeg erbij, welke wonderlijke vraag? Een wonderlijke vraag? Hij vraagt met zoveel ze zijn. Dat zou kunnen.
Ik denk dat hij zegt, welk instrument speelde Paul McCartney? Laten we kijken. De Rolling Stones. Oh nee, welke popgroep is dit? Oké. Okay. Ja. Geef mij de goed. We gaan naar de volgende. Dus nee, nee. Oh. We gaan naar Viola Holt. André, jij mag viool zeggen. Nee, ze is er niet. Is viool? Ja, natuurlijk mag viool zeggen. Ze was de gast bij Paul de Leeuw. Kijk even. Let op viool, die houdt van drinken. Kijk, die zegt, kan ik wat te drinken krijgen? Zie je het? Ja. Ik ben de vaste leverancier van de bollen in de keukenhof. Yes. Al die bollen? Ja. Je zag het gebaar, hè? Ze houdt van drinken. Maar nu is de vraag, lukt het er om ongemerkt toch een glas drinken te krijgen of niet? Nou, het is viool nog nooit gelukt om geen drinken te krijgen. Ja, en ook niet ongemerkt. Dus, zeker niet. Dus we gaan het zien. Dus het, ja, het lukt daar. Ja. Ja, nou, we hebben gelukkig hele goede apparatuur. We hebben beeldje voor beeldje teruggekeken en er zat er één tussenshot. Kijk goed. Kijk, 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 kijk. Daar zat hij. Ja, is goed, Robert. Oh, één klap. Ja, maar hij ging mis, joh. Ja, we gaan verder. Voor het programma Studio Sport wordt Rintje Ritsma geïnterviewd. Kijk. Rintje Ritsma. Je bent nog steeds in absolute topvorm, hè? Oh, en kok. Ja, we worden wat ouder, maar het gaat nog steeds goed. Ach, kom nou. Let op die man achter Rintje Ritsma. Die bril? Met dat bril en dat petje. Daar. Ja, ja. Die dikke eikel. Ja. Hierna wordt Bob de Jong geïnterviewd. Ja. En dan schuift hij weer in beeld. Kijk even goed. Wat is de vraag? Nou, 10 kilometer is geschrapt. In het klassement, daar hadden ze hier gewoon eerder moeten doen. Ze zijn nu wel. Dat had moeten gebeuren. Gerechtigheid. Nou heeft de cameraman het door en die denkt, ik ga heel dichtbij. Dan heb ik hem uit beeld. Maar hij is niet voor één gat te vangen. Maar misschien toch aan die kant. En die cameraman denkt, ik ga het nog dichterbij zometeen. Ik ben gewoon gerijden op het midden dat het moet. Maar hij houdt het in. Daar. Maar nu mijn vraag. Ja. Wat onthulde Bob de Jong over zijn nieuwe schaatsen? Dat ze, ik weet niet, automatische klap. Nee, er zit een. Ja, hij weet daar. Ja, goed. Ik reken het goed. Ja, vind ik. En jij? Ja, dag. Nee, één. Oh, gaat ie. De volgende. Omroep Friesland, een nieuwslezer in de problemen. Onze vier Zetlanden, mooie problemen gelijk op zaterdag hebben op dat. Mij beelden van de bron in het pakhuis Rusland. Je hoort, de regisseur roept, stop maar. Hij wil beelden aankondigen van een brand in Friesland. De regisseur roept, stop maar, want de beelden zijn er niet. Hij wordt kwaad. Wat doet hij? Wat verbouwt hij de studio of slaat hij de regisseur? Hij slaat zijn papieren weg en loopt weg. Hij slaat zijn papieren weg, maakt hij een gebaar. Het is een Fries, het zijn vrolijke mensen, hij gaat zingen. Hij gaat zingen. Nog andere suggesties, maakt hij een gebaar. Hij maakt die, Friese volkslied. Ja. Nou, er zijn een aantal suggesties geweest. We kijken even. Mooi programma, blik op zaterdag naar Bob dat. Mij beelden van de brand in het pakhuis Rusland. Ja! Ja, is goed! Nee, het is oneerlijk. Ja, het is een team, hè? Even kijken. Ik ga de grote hamer erbij halen. Ja, dat loopt in. Ja, hallo hoor. Ja, we hebben een doos. Zet ik eraf aan? Doos! Ik zo de midden van de ding af! Weet je of? Let op. Wacht, ik help. Heren. Ja. Prins Klaus. Is dit echt de laatste uitzending? Prins Klaus. Serieus, daar kunnen we op rekenen ook. Als je daar commercieel wordt, dan heb je dan check-spuiken. Denk het wel. Een internationaal eurocheck spijker. No. Waarschijnlijk wordt dit programma gesponsord door de Gamma. Ja. Nou, hallo heren. Het zal wel Bulgarije worden met de kopzingen. Als het. We stoppen. Prins Klaus. Is het afgelopen? Nee, maar.
Prins Klaus was veel in het nieuws het afgelopen jaar. Ja. Hij wordt met de dag leuker. Zal me niks verbazen als hij volgend jaar de oudejaarsconferentie gaat doen. Maar die mocht het afgelopen jaar het nieuwe ABN AMRO bankgebouw openen. Een pand van 700 miljoen. Kijk. Ja. Ja, dat is meneer Kalf daarnaast, dat is de directeur. Was het daar van de koninklijke gast om het gebouw officieel te openen. Ja, mooi gedaan. En kijk, nu. Nu zegt meneer Kalf, dat pand heeft genoeg gekost, 700 miljoen, dat schaartje wil ik terug. Ja. Maar prins Klaus die denkt, mooi schaartje. Nou, dat zeg. Wel iets voor Beatrix. De vraag, geeft hij het terug het schaartje of houdt hij het? Nee, hij geeft het niet terug. Hij geeft niet terug. Nee, hij maakt al jaren een beetje verknipt indruk. Nou ja. Hij houdt het zelf, ja. Hij houdt het. Hij houdt het zelf. Of tenminste, hij houdt het in zijn zak. Ik denk dat hij hem teruggeeft. Jij denkt dat hij hem teruggeeft? Ja, maar na... Je staat achter, zeg ik erbij. Ja, hè? Maar na deze uitzending krijgt hij het opgestuurd. Jij blijft erbij. Hij geeft Waar hem blijf terug. Ik bij? Hij geeft hem terug. Ik ga niet weg, ja. Hij houdt hem, zeg jij. Ja, hij houdt hem. En jij zegt hij geeft hem terug. Over Prins Klaus. Prins Klaus. Oh, dat is die linker. Is We gaan kijken. Kijk, zegt dan zegt Klaus, wacht even. Wacht even. Wat is dat voor merk? Oh ja. Maar, dan zegt meneer Kalf, zegt, nou geef nou toch maar. En Klaus die zegt... Yes! Yes! Is de winnaar geworden. Kostijden is 1399. Wauw! Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.